De derde basisregel voor goed functionerende communicatie. Houd je taal eenduidig. En daarvoor, mensen, wil ik eigenlijk even naar dat andere volkje met van die kleine gekleurde wezentjes. De smurfen. Luister even naar de volgende denkbeeldige dialoog. Zeg, klungelsmurf, heb jij nog met Smurfin gesmurfd vannacht? Jazeker, potige, ik heb heerlijk met Smurfin gesmurfd. Ze was smurftastisch. De kans, mensen, dat klungelsmurf na het uitspreken van deze zin door potige op zijn gezicht gesmurfd wordt, is gewoon ontzettend groot. Terwijl het best is kan zijn dat hij gewoon alleen maar met Smurfin heeft, zeg maar, gebadminton bijvoorbeeld. Hè? En daarom houd je taal eenduidig. De smurfen trouwens, kent iedereen? Iedereen bekend? Leuk, hè? Vroeger allemaal gekeken, of sommigen nu nog misschien. Smurfen. U kent de smurfen? Leuk? Ja. Dat mag jij zeggen trouwens, hè? Hier, smurfen, kent. Dagelijks. Noem ze maar eens allemaal op dan. Het zijn er 101. Nou, beeldsmurf. Grote smurf. Grote smurf, trouwens, grote smurf, hè. Was grote smurf nou echt zoveel groter dan die andere smurf? Nou, volgens mij niet. De grote smurf was echt bijna even groot, hoor. Alleen hij was te herkennen aan... rode muts. En die rode muts, hè, dat maakt het lastig, hè, voor de wassmurf. Je moet altijd dat outfitje van grote smurf apart wassen, hè. Dan loopt voor je het weet het hele smurfendorp met roze mutsjes. En dat vinden ze niet leuk, hè, behalve die ene, die met dat bloemetje in haar en die spiegel. Weet je toch? Dagelijks, zei je, hè? Hippe smurf was dat, hè? Nou, hebben we nog meer smurfen? Longsmurf. Longsmurf. Smultsmurf. Smurfin. Smurfin. Wie roept dat tijdje wiegers? Die doen dat als vrouw, jongens. Nog meer smurfen? Nou, ik kan zelf... baby smurf. Kom maar nou. Ik kan zelf ook niet verder, hoor. Dus ik ben op een gegeven moment op het internet gaan smurfen. En het schijnt dat de smurfen mensen die hebben zelfs een eigen Wikipedia pagina. Wikipedia, dat moet ik hier misschien even uitleggen. Wikipedia is zeg maar een digitale encyclopedie op het internet. Encyclopedie? Moet ik dat even uitleggen hier misschien ook? Dat is zeg maar een boek waarin over allerhande onderwerpen eigenlijk van alles wordt uitgelegd. Boek? Moet ik boek nog even uitleggen? Een boek is zeg maar een stapel beschreven vellen die op een bepaalde volgorde zijn gebundeld. En die samen dan zeg maar een boek vormen. Vellen. Dat hoef ik niet uit te leggen hier, denk ik. Maar de smurfen die hebben dus een eigen... Maar goed, staat dat ding nog aan? Oh, jammer. Maar ik ben dus op het internet gaan smurfen en ik ben op die Wikipedia pagina terechtgekomen van de smurfen. En daar zat er heel veel nuttige dingen op. Ik weet niet of iemand hier weet wie de smurfen bedacht heeft bijvoorbeeld.
Wie dus? Ook al vader ouder, dat zeiden ze gisteren al. Nee, wie heeft de smurfen groot gemaakt? Door. Nee. Een smurf is een stripfiguur bedacht door de Brusselaar Peyo. Een pseudoniem van Pierre Culifort. Triviale kennis, mensen. Maar, zal ik de definitie van een smurf, en die wil ik u niet onthouden. Een smurf is een klein, drie appels hoog wezentje. Blauw van kleur, we hebben het net kunnen zien. Draagt een witte broek met uitvloepend staartje. Is hij er nog? En een slappe witte puntmuts. Nou, ik heb geen puntmuts gezien. Een slap was hij wel. Het meest kenmerkende is dat een smurf in zijn taalgebruik de meeste zelfstandige naamwoorden en werkwoorden vervangt door de woorden smurf en smurfen. Daar hebben we het al over gehad. De zogenaamde smurfentaal. Ze wonen met elkaar exact 101 in een dorp bestaande uit grote, holle paddenstoelen. Hun leider is grote smurf, herkenbaar aan zijn rode muts en zijn baard. Maar wat me zeg maar het meest fascineert aan deze zin is het feit dat een smurf blijkbaar drie appels hoog is. Hè? Wat is dat? Drie appels? Zoiets? Ja. Dat lijkt best klein. Dat lijkt best klein, maar ik vind het groot. Want ik weet niet hoe groot bij jullie thuis een waterkraan is. Maar vader Abraham, daar hebben we het net al even over gehad. Die zingt echt daadwerkelijk in zijn nummer dat ze door een waterkraan kunnen. En ik vraag me af hoe ze dat toch voor elkaar kregen. Trouwens, dat nummer van vader Abraham, hè? Smurfenlied. Grote hit geweest, hè? Nummer 1 hit. Nederland, België, Duitsland. Maar het is eigenlijk textueel, is het echt. Het is niks, hè? Smurfenlied. Ik weet niet of iemand hier de tekst kent. Ik heb hem op een briefje, maar we gaan het gewoon proberen, mensen. We gaan even het smurfenlied doen. Ik begin met de eerste zin. Dan haken jullie gewoon in. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de gaat al beter dan gisteren. Gisteren is nog iets heel anders, ik weet het. En dan gaan we verder. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurfen. Wat ze dan durven, dat wordt er niet bij verteld. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. La 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 la. Oh, tweede couplet, mensen. Daar komt hij aan. Kunnen jullie door een waterkraan? Ja. Ja, wij kunnen door een waterkraan. Ook door een sleutelgat. Ja. Ook door een sleutelgat. Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja. Volstrekt irrelevant volgens mij, maar ze kunnen het. Vinden smurfen dansen fijn? Ja. Op dit refrein.